Er is eigenlijk niks bijzonders aan Dongen. Ze hebben hier gemiddelde inkomens, ze hebben hier allemaal gewone namen. Het dorp heeft ook een hele gewone geschiedenis en het is vernoemd naar de rivier de Dongen. Simpeler kan het niet. Dongen heeft een zeeman en een blokker, een kerkstraat en een Julianastraat, een kerk met daartegenover een kroeg. De voetbalclub heet natuurlijk. En er is een gewone burgemeester. De gewoonste burgemeester van Nederland ook? Uiteraard. Ja? Uiteraard. Ja, ja. Maar een beetje lullig. Ben je eindelijk burgemeester en dan van een gewoon dorp? Nou, ik ben er gewoon trots op. En als je er ook nog trots op bent, dan ben je pas echt... De allergewoonste plek, wetenschappelijk vastgesteld, objectief bepaald door Quest. Ja. Heel objectief. Heel objectief. Zeer zeker. Oh, jij? Ja. Nee, maar dat wist ik niet. Nee. Bent u ook gewoon? Ik ben gewoon mens. Ja? Ja. En u? Ja, gewoon mezelf. U bent uzelf? Ja. Geboren en getogen Dongenaar. Ja. En bent u een beetje gewoon? Heel gewoon. Kijk maar aan mijn uitrusting. Ja. 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 Zeg, Dongen schijnt het gewoonste dorp van Nederland te zijn. Ja, dit is niet fijn. Ja, maar een beetje vocht mag op deze tijd. Ja, ik voel me ook heel gewoon. Ja, ja. Allang? Ja. Ja, al heel lang. Een gewone winnaar krijgt een gewone beker. Ja. Een beetje een goedkoop exemplaar, ja. Maar wel toch mooi voor in de kast. Ik had liever gehad dat het buitengewoon was. Ja, maar ja, dat zit er niet in. Nee? Nee. Echt niet? Toch doet de burgemeester ook nog een poging. We hebben wereldkampioenen, we hebben Olympisch kampioenen in Dongen, dus dat is toch wel bijzonder. Even ophouden hoor, dadelijk raakt u de titel weer kwijt. Ja.